Er gaat nieuwe energie stromen door Apeldoorn. Duurzame energie. Voor 2050 zijn alle Apeldoornse gebouwen van het aardgas af en over op een duurzame vorm van warmte. Er worden nu 3 oplossingen onderzocht. De eerste is een warmtenet. Hierbij stroomt er warm water door buizen. Dit water verwarmt de aangesloten woningen en het water uit de kraan. Het water wordt verwarmd door een duurzame warmtebron, zoals restwarmte van de industrie. Het is een gezamenlijke oplossing. Dat betekent dat de hele buurt of wijk wordt aangesloten. De tweede oplossing is een elektrische warmtepomp. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht of grondwater om een huis en het water uit de kraan te verwarmen. Een warmtepomp laat je plaatsen om je cv-ketel te vervangen nadat je je woning hierop hebt voorbereid. Bijvoorbeeld door extra isolatie en elektrisch koken. Een tussenoplossing is een hybride warmtepomp. Hiermee verlaag je het gasverbruik. De derde oplossing is biogas. Dit ontstaat door het vergisten van biomassa, zoals mest. Als dit gas wordt opgewaardeerd, noemen we het groen gas. Dit kan door bestaande gasaansluitingen. Andere oplossingen, zoals een kerncentrale of waterstof, lijken zeker de komende 15 jaar geen geschikte oplossingen voor het verwarmen van gebouwen in Apeldoorn. Welke duurzame oplossing het beste bij jouw buurt past, hangt af van een aantal dingen. Zijn er warmtebronnen voor een warmtenet in de buurt? En hoe dicht staan woningen bij elkaar? Per buurt kan de uiteindelijke oplossing verschillen. Voor de meeste duurzame oplossingen is het goed om te beginnen met het isoleren van je huis. Dit geeft meteen meer comfort en het verlaagt je energierekening. Ga voor tips en adviezen voor jouw woning naar het Energiepunt. Kijk op www.apeldoorn.nl/energiepunt. Meer weten over de energietransitie in Apeldoorn? Kijk op www.energievanapeldoorn.nl.